Welkom bij een nieuwe Uitgespeeld in een iets andere opstelling dan normaal gesproken. Jelle, wat doe je hier? ik zit met een ongelofelijke jetlag. Ik kom net terug uit Los Angeles van een Bioshock 2 trip, waarvan de preview inmiddels online is. En ik had zoiets van, voor deze ene keer ga ik zelf niet de host zijn, want ik denk niet dat ik de energie voor heb. Ik denk dat ik halverwege dat ik gewoon uit het beeld te flikkeren neerstort. Dus jij mag het doen. Maar Wessel, wat gaan we vandaag in Uitspel doen? Vertel het ons. We gaan natuurlijk drie fantastische nieuwtjes van deze week behandelen. We hebben een hele sloot kijkersvragen voor jullie, waarvan we er los drie behandelen. Daarna in een aparte video nog de rest van de kijkersvragen. Ja. Maar we beginnen natuurlijk met, wat hebben jullie gedaan deze week? Jelle, je hebt net al een beetje geteased. Je hebt Bioshock Infinite gespeeld. Ja, ik heb hem gespeeld en was fucking vet in Los Angeles. Exclusief, ik was de enige Nederlander in een groep journalisten. En die game is gewoon echt heel erg tof. Dus, ja, hij ziet er goed uit. Ik heb net even je stukje gelezen al. En, ja, hij ziet er fantastisch uit. Het is zeg maar het gebruik van kleur in die game is ongekend. Het is zo ongelooflijk mooi. Het is een verademing met al die grauwe en grijze games. Het is zo pastelachtig, maar. Ja, het past er gewoon heel erg goed in. En ook gewoon gameplay technisch een aantal interessante elementen die ik ben tegengekomen. En meer eigenlijk in de preview. Ja. Lees die zeker. We hebben het nou heel erg over Game of the Year 2012 natuurlijk. Maar dit is wel een van de titels waar we 2019... Als GTA 5 volgend jaar niet uit zou komen, dan zou Bioshock Infinite op 1 staan. Zeg maar, van de game waar ik meest naar uitkijk. Maar nu is het gewoon GTA 5. Dus dat is een beetje jammer. Ja, als hij in 2012 uit was gekomen, was het absoluut de beste game. Dat is een beetje overdreven. Maar bijna absoluut. Als de kwaliteit van de rest van de game net zo is of beter is dan datgene wat ik nu heb gespeeld, dan wordt het echt een fucking goede game. Mooi om te horen. Ik ben heel benieuwd ook. Douwe, je hebt een game gespeeld van de week waar we volgende week was wat over zeggen. Ik mag er niks over vertellen. Nee. En, je mag wel zeggen dat je hem hebt gespeeld. Wat zeg je? Je mag wel even zeggen dat je hem hebt gespeeld. Oké, ik heb de nieuwste Devil May Cry gespeeld. Een preview gedaan. Ja. En daar wordt nu een video van gemaakt die volgende week, vrijdag geloof ik, online komt. Ik ga er niks over zeggen verder. Ik heb eindelijk weer gegamed. Ik heb XCOM Enemy Unknown heb ik uitgespeeld. Onwijs gaaf. Ik ergerde me kapot in de kamer, maar voor de rest heel tof. Ik heb Hitman ben ik aan begonnen. Ik ben begonnen aan Far Cry. Even kijken, met een maat heb ik PlanetSide 2, een free-to-play game, even uitgeprobeerd. Ja, schijnt goed te zijn. Ja, dat soort van free-to-play game is hij behoorlijk diep. Met honderden mensen tegelijkertijd allemaal soort, het is een beetje zo'n honeycomb op de kaart. En iedereen moet een beetje elkaars territory proberen over te nemen. En het laat zo'n PC-vond spel iets minder leuk, maar hij is wel tof. Hij is diep. Daar gaan we het zo nog even over hebben, over jouw PC. Ja. En Wessel, jijzelf? Ik heb echt alleen maar zitten schrijven en schaven aan de tijd. Ja, jij moest hem. Ja, precies. Ja. Dat is wel leuk. We zijn natuurlijk een beetje al begonnen met eindejaars dingen. En een van de dingen die we altijd doen, door twee dingen. Aan de ene kant hebben we die IG-award. Volgende week gaan we daarmee beginnen. Dus ik ben al mee bezig met prijsjes aan het smiegelen bij uitgevers. Ja. Dus dan kunnen mensen weer stemmen op een favoriete game. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook zeg maar een top 50 van 2012 die we vanuit de redactie bepaald hebben, waar echt fucking discussies. Discussie over de, ik zou bijna zeggen, de meest onbelangrijke titels die er dus nu niet in staan. Ja. Waarvan dan een enkeling zei, maar hij moet er echt in of hij moet echt hoger. Ja, precies. En bepaalde games moeten hoger en andere moeten lager. Lager. Ik heb het nog niet zo meegemaakt dat we er zoveel discussie over hadden. Elk jaar hetzelfde gezegd. Nee, maar Chris Kleren was het dit keer niet. Dus dan was het waarschijnlijk. Nee, we hebben in een redactievergadering hebben we het zeg maar bepaald en alleen niet iedereen was er. En was zeg maar de mensen die niet waren, die hebben nu al hun dingen. Maar weet je, ik geniet er altijd wel van. Weet je, ik heb soms wel zoiets van, kappen nu, bek dicht houden, we gaan het gewoon zo doen. Maar, jij bepaalt de tijd. Het enthousiasme, dat is altijd wel mooi. Ja, het is, en wat wel grappig is aan deze, wat dit jaar is ten opzichte van vorig jaar, is dat zeg maar er niet echt eentje is die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Nee. Ik denk ook dat de nummer 1 die we gekozen hebben, ik denk opvallend is. Een opvallende keuze. Ja, dat denk ik ook. Denk ik wel. Maar wel ik denk eentje, niet dat iedereen die verwacht had, maar het is wel nee, een maar wel eentje waar we allemaal achter staan. Terwijl vorig jaar. Jetlag. Hadden we Skyrim natuurlijk. Dat was gewoon heel duidelijk gewoon de nummer 1. En het jaar daarvoor, weet ik geen eens meer welke. Maar het was ook die heel was duidelijk. Was vast ook onbetwist. Heel duidelijk. En
dus ja, deze is ook goed. Maar die top 50 die komt pas naar kerst. Dus ja. Daar zijn we mooi op tijd mee. Daar zijn we lekker bezig. Hou het in de gaten. Dan gaan we zo verder met het nieuws. Het eerste nieuwtje van deze week, dat is dat de systeemeisen van Crysis 3 zijn bekendgemaakt. Ja. Gaat jouw crap PC de minimale systeemeisen redden, denk je? Minimaal wel. Aanbevolen weet ik niet zeker. En optimaal sowieso niet. Want wat zijn de aanbevolen en de optimale systeemeisen, Wessel? De aanbevolen systeemeisen zijn een quad-core CPU, een besturingssysteem Vista 7 of 8, dat is logisch, 4 GB werkgeheugen, RAM en videokaart, 1 GB werkgeheugen, en logischerwijs ondersteuning voor DirectX 11. Minimaal 2 GB werkgeheugen RAM, behalve op de Vista. Daar moet die 3 GB hebben. Dual-core CPU'tje en een videokaart met 1 GB werkgeheugen. Ja, dat is een beetje raar dus, want dat hadden we het hiervoor ook al over. Is dat bij CPU staat er dus niet bij wat voor CPU er is. Dual-core CPU, ja, leuk en aardig, maar dat bestaat al jaren. Dus het is iets van, ja, hoeveel is het nou precies? Het is heel algemeen. Ja, en ik heb dan zoiets van, kijk, weet je, ik twijfel nu of mijn PC de aanbevolen eisen gaat trekken. Ik weet het, Far Cry trek ik op medium high net, af en toe nog een beetje een frame drop. Oh. ik heb een nieuwe PC nodig. Even kijken, maar optimaal... Geef je toch heel veel stagevergoeding, of niet? Ja, dat... Of vijf nieuwe PC's kunnen het kopen, helpt, ja. Helpt wel om een nieuwe PC straks aan te schaffen. Maar bijvoorbeeld optimaal staat het werkelijk de videokaart. Ik heb zelf een AMD... ik ben niet zo bekend in de, wat niet meer bekend met Nvidia-kaarten, maar dat is dus een 7000-serie en ik heb nog een 5000. Maar ik weet dus niet of mijne dus goed genoeg is voor de aanbevolen, omdat het er weer niet bij staat. Het staat er niet bij, maar het duurt nog even voor die uitkomt, dus tegen die tijd zal er wel specifiek zijn. Je hebt ook gewoon een Xbox, hè? Maar eigenlijk weet die game wel heel mooi. Het is een Crytek. Ik weet het niet, ik vond Crysis 2 op de Xbox en PlayStation. Niet echt gewoon, veel onderdoen voor de PC. Gewoon was die PC-versie ook al een klein beetje gedowngrade, leek wel. Ja. Crysis 1 was natuurlijk, wow, naast een PC heb je echt nodig voor high. Ja. Heb jij naast een PC, Nee, ik heb mijn nieuwe PC dit jaar gekocht, maar dat was echt gewoon mid-range. Dus ik heb volgens mij een AMD Radeon HD 6970. Dus eentje eronder nog. Ja, is wel serie eronder. Far Cry 3 heb jij wel al... Ja, die heb ik op high kunnen spelen. Dus Far Cry 3 is zwaarder dan Crysis 3. Is dat zo? Ja. Nee, Crysis 3 ook wel goed zijn. Ja, maar ik speel gewoon liever FPS-games op de computer. Ja. Ik had heel erg veel moeite met Far Cry om die lekker te spelen op de PC. Ik zat echt gewoon mee te klooien. Ik ben het gewoon niet meer gewend. Nee, je bent het gewoon verleerd. Ik kan het me heel goed voorstellen. Ik kan niet snipen op de PC bijvoorbeeld, wat eigenlijk heel raar is, want alle snipers zeggen juist in het weer. Echt kun je het wel? Ja, vet goed. Oké, mooi. Hitman marketing voor Facebook is offline gehaald na kritiek. Dat vond ik een heel bizar nieuwtje. Dit eigenlijk bijna een what the fuck nieuwtje. Ja. Square Enix heeft namelijk een marketingstunt via Facebook opgezet. Dat je via een app een berichtje kon sturen naar een vriend of vriendin, waarin stond dat een huurmoordenaar was ingehuurd om hen te vermoorden. En stop hier. Wacht even. Dit tot hier ver, tot zover. Dat is al vrij erg. Ja, dit vond ik erg, maar ergens maar de humor. Maar kon hier nog wel om lachen. Ja, en hier kan je nog om lachen. Dan heb je zoiets van, je bent je beste vrienden, je moet niet tegen iemand doen die je niet mag en eigenlijk gewoon dood dat wil gebeurt hebben. Eigenlijk, dat, je weet al dat dat dan gaat gebeuren. Precies. Maar vervolgens, ja. Mensen konden via de app ook het uiterlijk van hun vriend of vriendin beschrijven. Ja. Opties waren onder andere haar harige benen, haar kleine borsten, zijn rode haar en zijn kleine penis. Ik weet van jullie niet of jullie benen harig zijn. Ja, die zijn wel harig. Oké, bij deze. Mocht er nog eens zo'n stunt worden opgezet. Nee, precies. En je kunt ook zeg maar een reden van je stinkt of vreemd gaan. Dus ja, kijk, ik kan me wel voorstellen als ik het naar jou had gedaan, dan was het wel grappig geweest. Ja, maar naar je ex of naar whatever, dan wordt het echt zo van, dit wordt wel heel erg hard. En het is natuurlijk die fucking Amerikanen en die gaan er los op. Maar natuurlijk wat wel natuurlijk heel erg speelt, is het pesten via internet. Dat is op dit moment gewoon best wel een groot issue. Ook in Nederland natuurlijk de Facebook-moord die in bespreking is. En ook andere, natuurlijk die jongen die laatst zelfmoord had gepleegd nadat hij jaren gepest was. Ja. Dus het is een hot topic. En dan kom je dus met zo'n app die eigenlijk ook het pesten Het internet pesten wel aanmoedigt. Je weet gewoon dat mensen misbruik maken van die app. Zeker met die mogelijkheden waarvan ik niet snap waarom die erin zijn. Het is gewoon een ongelofelijke misser van Square Enix. Ze hebben ook een excuses ervoor aan geboden.
Maar ja, ze hebben gewoon niet dat, dat dan langs is gekomen. Ze moeten door meerdere mensen gewoon worden goedgekeurd of ja, ik denk dat daar gewoon misgaan. En dan gewoon een paar van die gasten die zeggen van, weet je, dit is gewoon lachen. Dit is gewoon vet. We doen dit gewoon. Je had natuurlijk ook bij PlayStation, Battlestar, je had ook zo'n Facebook-ding dat je een klap kon uitdienen aan iemand anders en je blauw oog sloeg. En je hebt natuurlijk van die zombie-app dat je foto van jezelf kon maken. En maar dat is nog leuk. Dat is nog... Ja, maar ze wilden waarschijnlijk gewoon, hè, je wilt toch aandacht op een of andere manier creëren voor je game. Dus dan net een stap verder, maar ja, een stap te ver. Ik denk dat ze gewoon, gewoon met het eerste idee, waar ik jou ook onderbrak, dat ze daarmee zijn gaan pitchen, daar groen licht voor hebben gekregen en toen in het proces de rest eraan toegevoegd. Dat zou best wel eens kunnen. Want dan wordt het in één keer dat je, ja, dat is te erg. Tot het begin is nog wel grappig, laat zo zeggen. Dat meerdere games doen dat alleen een iets vriendelijker variant. Ja, dat je zo'n app hebt en dat je kan sturen van, er is een huurmoordenaar door D&D heb je afgestuurd. Jezelf nu door hier te klikken. Maar het schijnt ook echt dat de lettertjes heel klein waren om aan te geven dat het maar een grap was. Dus ik kan me best voorstellen, stel je krijgt als ventje op de basisschool van 12, krijg je zo'n bericht dat je echt helemaal in paniek schiet. Ja, heel zo War of the Worlds, weet je wel. Begin van 1900, iedereen in paniek omdat er gewoon een hit op je uit is. Aliens en monsters en roeimoordenaars. Precies, de geschiedenis herhaalt zich. Wat een mooi slotpunt. Ja. Black Ops 2 levert $1 miljard op binnen 15 dagen. Ja. En dat is een nieuw record. Ja, ze hebben er nog ingekeken en het is een dag spelen met cijfers. Het is echt een nieuw record. Nee, ze hebben het een dag eerder gedaan dan Modern Warfare 3, die grens van $1 miljard. Dus, hoop geld. Ja, die reed er 16 dagen over. Mm-hmm. Ze hebben het ook nog vergeleken met een aantal grote filmsuccessen. Bijvoorbeeld dat Black Ops 2 het succes van Call of Duty vergelijkt met Avatar. Ja, Avatar. Avatar heeft er 17 dagen over om $1 miljard om te zetten maar in de box office. Voor één game kun je 5-6 keer naar de bioscoop. Ja, dus, dat is wel zo. En er waren ook nog cijfers als heeft meer omgezet. De Call of Duty serie heeft meer omgezet dan alle Harry Potter films in de bioscoop. Ja. Dat soort dingen. Maar Judith, ze kijken ook niet dat zeg maar, de dollar en eurokoers anders is? Nee, dat is nauwelijks, zeg maar. Het verschil is echt klein. Plus, wat ze nog niet eens hebben meegerekend, Chartrack, is de verkopen voor PC online. Oh, okay. Dus dat moet je er nog eens bij optellen eigenlijk. En dat is ook misselijk, denk ik. Ja, ja dus toch goed. En, ik vind het verrassend ergens. Want als je kijkt vooral op IG bijvoorbeeld, hoe Call of Duty leeft in het begin. Dat viel allemaal een beetje mee. Weet je, iedereen op de hot and not was een beetje op de 65%. Het is ook wel hip om te zeggen, Call of Duty is kut. Precies, maar dan komt de game uit. En dan wij merkten ook al dat het eigenlijk de game best wel tof was. Ja. Zeker de singleplayer was... Ja, dat is gewoon goed. Verrassend goed voor een Call of Duty game. Steady, zeg maar. Ja. Maar dan toch dat hij beter verkoopt. Dus al dat gehaat en gemiep, dat mensen toch weet je, zoiets hebben van, nou, laat ik hem toch nog maar kopen. En voor mijn gevoel toch wel goed verrassen. Het is ook een beetje verschoven. Eerst was een Infinity Ward Call of Duty waar mensen naar uitkeken. Ja, en nu is Modern Warfare 3 heeft heel veel mensen teleurgesteld, denk ik. Ja, terecht. En Black Ops 2 van Treyarch, daar keken we veel minder mensen naar uit. En dat is dus echt al... Ja, ongelooflijk veel verkocht. Ja, sinds War of the Worlds eigenlijk waren ze al goed bezig. Die had echt goed verhaal. Toen kwam Black... War of the Worlds? Ja, War of the we Worlds. We zitten met het volgende. World of War, inderdaad. Ja. Met grote aliens. Ja, toen waren ze al goed bezig. En toen met Black Ops 1, dat je dat werkelijk echt een verhaal had, wat diepgang in zat, met die nummertjes en die televisies, wat ik ook gewoon tof vond. En dan deze, weet je. Het is gewoon, ze zijn gewoon qua verhaal, ze snappen het. Ze snappen eindelijk hoe ze Call of Duty... Misschien wel beter dan Infinity Ward. Ja. Goed, dat was het nieuws. We zijn er even uit en dan zijn we terug met de 3 kijkersvragen. Ja. Daar zijn we weer voor de kijkersvragen. We hebben een leuk pakketje voor de 3 winnaars. Nee. Het pakketje is overdreven. Nee, maar we hebben 1 game. We hebben 1 game. Voor dat is ook een pakketje. Game. Ja, nee, komt precies. Een pakketje aan. Het is een Namco Bandai game. Ja. Je moet even aangeven mag ik, als je mag ik daar even iets over zeggen? Namco Bandai in Nederland het kantoor gaat sluiten. Dus die jongen die er op PR zit, Bart Verwijst, een gast die ik echt al jaren kent, die ook voor de IG Awards heeft gewoon een hele doos met games opgestuurd. Ja. Dus ik had zoiets van, nou voor de kijkersvraag kunnen we gewoon even 1 game uitpakken. Dus heb je een Xbox of PlayStation 3, geef het dan even aan de winnaar. Hopelijk heb je een Xbox of PlayStation 3. Dan krijg je gewoon een mooie game toegestuurd. Wist je wat anders dan een shirtje? Ja, precies. En Namco Bandai heeft toch stiekem best wel een aantal toffe titels uitgebracht afgelopen jaar. Ja, maar ik stuur gewoon echt een kut game. Ja, dat snap je zelf ook wel. Sorry. Nou, eigenlijk niet eens sorry. De goede games houden we zelf. Ja. De eerste van de 3 kanshebbers is geworden Koenie3332. Hij kwam met een hele goede vraag. De kerst komt er weer aan. En voor de Xbox 360 zijn ze weer begonnen met de aanbiedingen. Welke arcade game, Game on Demand of DLC zouden jullie in een aanbieding willen zien? Hmm. Of welke DLC als een soort combi pack? Ik zal even aftrappen.
Ja. Ik wil graag een aanbieding van The Walking Dead episodes. Hmm. Dat is misschien een beetje vroeg, maar het zou voor mij echt de reden zijn om ze in één keer allemaal aan te schaffen. Overigens, voor de PlayStation is natuurlijk ook weer aanbiedingen. PlayStation Plus en dat soort dingen gaan ook weer door. Deze maand kun je geloof ik Batman Arkham City als game van de maand downloaden. Dus als je PlayStation Plus hebt, ga die shit even downloaden. Wat ik zou willen zien... Een soort indie bundle misschien, zoals Steam dat doet. Ook altijd wel leuk. Ja. Ja, weet je, de laatste tijd, de meeste Xbox Live Arcade games die zijn geweest, vond ik niet zo boeiend. De uitzondering van Fest dan, die vond ik heel erg tof. Begin dit jaar of zo. Dat is ook allemaal een beetje een tijdje geleden weer, dat een beetje de goede titels Summer of Arcade waren er wel een paar goede spellen in en zo. Dus, doe Fest voor de 15% van de prijs. Juist, En ik heb zelf een beetje iets van, ik vind het een beetje moeilijk, want ik ben, de autumn sale van Steam is... net een week afgelopen, geloof ik. Jij hebt alles al wat je hebt. Nou ja, dat niet. Want ik had het al. Het is echt zo van allemaal aanbiedingen over games. Die staan er in mijn lijst. Maar welke DLC ik graag wil zien. Ja, ik zag vandaag een trailer van Trials. Maar het duurt nog even voor de DLC daarvan uitkomt. Maar ik had wel zoiets van dat. December toch? Oh wel? Oké. Okay. Ja, nou, dat heb ik niet goed te opletten. Maar die. Dat is voor mij wel even zoiets van... Daar zit een hele tof shit. Dus heb ik ook al mogen spelen zelfs. Zo. Heel gaaf. Oh, dat weet ik nog niks van. Van de kijkersvraag. De Deciders. We hebben natuurlijk afgelopen week uitspeld. vooral omdat ik echt als een mogol ziek was. Net als bijna de hele redactie. Ja. Dus het is weer een vraag van 2 weken geleden. We naderen weer het einde van het jaar. En als de Maya's gelijk hebben, zelfs het einde van de wereld. Voor het gemak gaan we nu vanuit dat 2013 wel zal verschijnen. Anyway, op Gamesgebied is 2012 zo goed als over. Op Far Cry 3 in de Wii U Nara. Nou, die is inmiddels dus ook uit. Uiteraard zullen de heren van IG nog wel menig lijst komen over het afgelopen jaar. Absoluut, zijn we druk aan het werk. Echter, ik zou de heren bij deze willen vragen naar de beste film die ze tot nu toe hebben gezien het afgelopen jaar. Beste film? Voor mij, The Cabin in the Woods. Fantastische horrorfilm. Kijk hem echt. Lees analyses op het internet. Die film zit briljant in elkaar. Ja. En Holy Motors vond ik ook heel erg vet. Douwe? Ja, dat vind ik eigenlijk een hele moeilijke. Prometheus misschien voor jou? Wel een film. Die vond ik wel heel gaaf inderdaad, maar daar zat ik niet zo van... Ik denk dat ik die Amazing Spider-Man. Ik denk, het is heel mainstream, maar ik heb daar echt van genoten. Ja. Het was niet een super goede film of zo, maar het was wel zoiets van, voor een bioscoopfilm had ik zoiets van... Daar liep ik uit en ik had wel zoiets van, dit is het. Ja, ik vond het 3D ook helemaal niet zo irritant in die film. Nee. En dat scheelt, want bijna alle 3D's... En die first-person scènes, die waren echt heel cool leuk. Gedaan. Ja, Mirror's Edge, maar gewoon heel leuk inderdaad. Ja. Ik zelf heb niet echt veel films gekeken dit jaar. Je vliegt daar ook niet toevallig? Nee, ik kijk series. Ik kijk series en ik kijk films. Nee, Sons of Anarchy, Boardwalk Empire, Dexter, Homeland... Daar ben ik gewoon allemaal druk mee bezig. Dus dan, voor films heb je dus niet zoveel tijd gehad? Nee, ik heb Skyfall gezien. Ja, weet je, dat was goed, toch? Wel een goede James Bond film. Jullie waren enthousiast erover dan ik. Ik vond het wel entertaining. Haters gonna hate. De Avengers vond ik wel leuk, maar dat is ook niet echt... Volgens mij is het ook een film van vorig jaar. Dus ik heb niet echt een antwoord daarop. Die komt van juni, joh. De beste CD die ze naartoe geluisterd hebben het afgelopen jaar. Voor mij... Good Kid, Mad City, Kendrick Lamar. Fantastische hiphopplaat. Echt briljant. Ja, ik luister niet echt cd's meer. Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan progressive trends. Ja, eigenlijk dat ook. Maar Soundcloud. Ik vind die reportage horen jullie het ook regelmatig. Ja. De nummers die ik dan heb gevonden. En ik weet niet, dat trekt me wel gewoon van die sets van urenlang. En dan... Die ook jaren oud kunnen zijn. Ja, gewoon van alles wat. En dat luister ik heel erg niet meer. Cd's of zo van die net uit zijn gekomen. Nee. Nou. Oasis bestaat niet meer. Eigenlijk heb ik op dit moment twee muziekdingen die ik luister. Aan de ene kant is het Florence and the Machine, volgens mij. Ja, heel goed. Dat vind ik heel tof. Heel gaaf. Dat heb ik echt al... stem heeft zij. Ja, die vind ik echt heel erg tof. En dan zit een aantal, ze heeft een aantal nummers die gewoon echt heel tof zijn. Aan de andere kant is het echt een compleet ander uiterste. De State of Trance dingen van Armin van Buuren. Daar heb ik niet veel mee. Dat zijn gewoon van die podcasts van 2 uur. En net nu ik terug ben uit LA, heb ik dat gewoon met mijn koptelefoon met noise reduction aangehad. Ja. Want er zaten allemaal... Ik trok het aan. Er stonden echt 5 baby's in een straal van 5 meter. Dus ik had dat ding opstaan en gewoon die podcast opzetten. En dan gewoon 10 uur achter elkaar die muziek. En dan val ik bij in slaap. Ja. Nou, mooi. Fantastisch. Maar niet omdat het saaie kutmuziek is.
Nee, ik vind gewoon hele lekkere muziek, maar ja. Ja, oké, mooi. Het laatste beste boek dat je tot nu toe hebt gelezen, het afgelopen jaar? Jelle, jij, 50 Shades of Grey? Nee. Ik moet heel eerlijk zeggen, sinds ik op de middelbare school mijn boekenlijst heb gelezen, heb ik daarna nauwelijks nog boeken gelezen. Geen game-gerelateerde boeken of zo? De eerste twee boeken van Mass Effect heb ik gelezen en daarna is het gewoon opgehouden. Ik lees gewoon echt geen boeken. Nee. Ja, jij leest wel heel veel, dat weet ik. Ja, heel veel. Te weinig de laatste tijd. Ik moet... Als je kijkt naar de rest van de redactie, ja, waarschijnlijk op Joey na, maar lees jij veel? Ja, oké, dat is waar. Jules leest ook heel veel. Ja, Joey leest ook veel, maar hij is niet meer echt de redactie natuurlijk. Nee, dat klopt. Ik ben nu bezig in The Life of Pi. Of Pi? Nee, Pi, want het gaat niet over... Het is ook een film. Waar die film? Ja, die film die is net uit en ik wil het boek waarom, lezen. Waarom ga je dan een boek lezen in de film? Ja, kan kijken. Nou, dat zou jij doen. Ja, dat zou ik ook doen, ja. Ik ben gewoon altijd heel benieuwd hoe zoiets wordt omgezet naar een film. Dat vind ik tot nu toe een heel goed boek. Ja. Verder is niet echt iets dat er voor mij uitsprong. Jij hebt wel 50 Shades of Grey, heb jij wel gelezen. Ja, nee. Ik vind voor je erover moet begint te zeiken. Ja, jij kreeg van Lotte, kreeg je dat de dark. Mijn vrouw heeft hem inderdaad. En die vertelt dan die dingen. Wat er dan... Ik zie jij al gniffelend zo ernaast zitten van... Ja, kijk, ik ga naar porno's uit omdat ze dingen dan echt gewoon, het is porno voor vrouwen, denk ik. Ja, dat is een fantasie. Ik heb hem, als je hem nog wil lenen, douwen, dan... niet nodig. Nee, mijn vrouw heeft voor Sinterklaas het boek 2 gelezen, dus dan zal ik straks wel wat quotes uit krijgen. Oké, nice. Dat gaat helemaal goed komen. Dan. Ik moet eerlijk toegeven dat ik ook heel weinig lees, maar ik heb één boek voor school, psychologie en sociologie. En ik vond het boek zo... Dit is echt heel stom, maar ik vind het eigenlijk een heel leuk vak. En toen vond ik het boek zo leuk dat ik hem eigenlijk niet in één keer wilde uitlezen. En dat resulteerde dat ik mijn vak niet heb gehaald. Goeie smoes. Het is een goed verhaal. Het is een goed verhaal, maar ik ga hem dus binnenkort verder uitlezen en even mijn herkansing halen. Maar ja, wel een team met een griffel dan. Dat weet ik niet of dat gaat lukken. Maar dat vind ik heel interessant, dat zou zeggen. Ja. Laten we naar de derde mogelijke winnaar gaan. Ja, dan moeten we doorbladeren. DJ Dadrien. Stel in de toekomst bestaat er nog maar één spelconsole of streaming device. De zaak is wel of niet in de tv ingebouwd. Welke van de drie consolebouwers van nu, Microsoft, Sony en Nintendo, zal dan volgens jullie de meest hoge ogen gooien als ontwikkelaar of uitgever? Apple. Nou, dat is denk ik ook. Ja, als je moet kiezen van die drie, dan Sony is heel erg bezig met streaming. Maar Sony, als Sony nieuwe stappen zet qua online, dan is het altijd de eerste paar jaar... Nou, ik zal niet zeggen kut, maar dan is het altijd even aanklooien. Ja. Ja. Dus ik denk, het zou best kunnen dat met de PlayStation 4 dat we al streaming gaan zien. Mm-hmm. Maar dat het gewoon nog niet werkt en dat vanaf een PlayStation 5 of hoe die zou eten, dat ze volledig op streaming overstappen. Ja. Nintendo zie ik streaming niet doen. Nee. En Microsoft is gewoon een groot bedrijf. En ik denk dat die echt gaan concurreren met Apple straks op de gamemarkt. Als je dan überhaupt nog consoles hebt. Ja. Dat is überhaupt een vraag. Hij staat er niet bij, maar ik denk sowieso dat als van deze drie, ik denk dat Microsoft gewoon het grootste aandeel erin heeft en het slimste qua tactiek altijd aanpakt. Ja, het is sowieso het bedrijf dat gewoon, Sony gaat, die zit gewoon in zwaar weer. Moeilijk vaarwater, maar dat sloeg helemaal nergens op. Als we dan toch op een ander iets mogen kijken, dat Valve, wat het hun kastje, het systeem hoe Steam werkt, dat werkt eigenlijk heel goed. Ja, ze hebben niet bevestigd dat ze aan een Steambox werken. Nee. Ze werken er wel aan, maar ze hebben het eerst, een jaar geleden of zo, hebben ze het stellig ontkend. Mm-hmm. Ik denk dat ze echt stiekem wel mee bezig zijn of partnerships aangaan dat ze niet zelf die Steambox maken. Maar dan maakt iemand anders hem. En dan kunnen ze wel stellig ontkennen. Wij werken niet aan een Steambox. Mm-hmm. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat... ik vind het verdacht. Ik heb me niet heel erg verdiept, hoor. Dus verbeter me als ik iets verkeerd zeg. Ja. Ze doen helemaal geen fuck, Valve, de laatste tijd. Als je kijkt naar... Verbeter je bij deze. Oké, wacht even. Dan mag je me daarna nog een keer verbeteren. Wacht even. Ja. Omdat ze gewoon... Voor mijn gevoel brengen ze op dit moment gewoon heel weinig uit. Dan zie je qua ontwikkelingen heel weinig. En zou je kunnen denken dat ze al een tijd energie aan het steken zijn in hun nieuwe projectje. Dan ga ik je nu verbeteren. Wat mag je mij verbeteren? Het laatste wat je zegt kan wel kloppen. Er gaan dus serieus sterke geruchten dat ze bezig zijn met een eigen controller. Ah. Die eigenlijk het beste van een toetsenbord en controller weet samen te smelten tot een hybride. Okay. Als je dan vervolgens zo'n Steambox naast je televisie zou zetten, heb je een Uber NASA PC of streaming. En je hebt gewoon een controller waarmee je net zo goed kan gamen als een shooter op de PC. En laten we daarmee afsluiten. Okay. Moet er eentje kiezen van de drie? Ja, ik vond die designer gewoon het leukst. Ja, die was inderdaad het leukst.
Dus gewoon, meer in het leven dan alleen games. Precies. Dus, die decider, je moet stuur even een PM'tje naar mij, naar Jaylee. Met een bij voorkeur Xbox of PlayStation of iets anders. Maar dan zoek ik iets anders voor je uit. En dan stuur ik een game op. Yes. Ja, hartstikke bedankt weer voor het kijken. Ja, dan gaan we nu ons nog door de kijkersvragen heen worstelen. Dus, kijk alsjeblieft, want anders hebben we ook het gevoel dat we het voor niks aan het doen. Ja, en zullen we zien of ik in slaap geval of niet. En wat voor onzin er straks uit mijn keel komt. Fantastisch interessante discussie. Ja. Ja, maar Jelle die viel weer in slaap. Dus dat standaard. Ja. Doei. Doei. Dag.